Karel van Wijnendalen, de vader van de Ronde van Vlaanderen, bekleedt een werkelijk monumentale plaats in de Belgische wielergeschiedenis. Hij was een pionier van de wielersport op elk gebied. In het begin van de eeuw was hij een van de eerste wielrenners in ons land. Daarna werd Karel van Wijnendalen de eerste echte sportjournalist in Vlaanderen, tevens medestichter en bezieler van onze eerste grote Vlaamse sportkrant. Naast organisator van wielerwedstrijden was hij ook actief als manager van een rennerstal. Onder het pseudoniem van Mac Bolle trok hij in de jaren 20 met zijn Flandriaans zelfs naar de zesdaagse van New York en Chicago. Bovendien selecteerde Karel van Wijnendalen zo'n 20 jaar lang de Belgische ploeg voor de Ronde van Frankrijk en fungeerde tevens met veel succes als ploegleider. Geen wonder dus dat Karel van Wijnendalen een legendarisch personage is geworden in onze wielergeschiedenis. Dankzij de wielersport werd hij een beroemd en welvarend man. Vergeet bijvoorbeeld niet dat hij renner is geweest al voor sportjournalist te zijn. In 1913, toen Sportwereld gesticht werd, vroeg men hem om hoofdopsteller te worden. Hij aanvaarde en zijn eerste werk was, waar hij altijd had van gedroomd, de Ronde van Vlaanderen inrichten.